Uiterlijk in juni 2019 neemt Hans Wagner afscheid als burgemeester van Albronswaard. En daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. We vroegen raadsleden Wendy van Duin en Thomas van der Knaap wat hier allemaal bij komt kijken. Ja, nou dat is een heel proces. Als gemeenteraad gaan we op zoek naar een nieuwe burgemeester. We zorgen ervoor dat we daar een profiel voor maken, waarin helder is wat voor burgemeester wij zoeken voor de gemeente. Dan gaan we natuurlijk starten met het werven van die burgemeester. De gemeenteraad probeert uit allerlei verschillende hoeken informatie te krijgen om een zo perfect mogelijk profiel voor een nieuwe burgemeester te vinden. Hoe zou die nieuwe burgemeester van Albronswaard eruit moeten zien? Ja, dat kunnen wij wel zeggen als raad, maar de kunst is eigenlijk om te zorgen dat het geluid van mensen wie dat ook belangrijk vinden, zoals de bewoners of misschien wel omliggende gemeenten of samenwerkingspartners, dat geluid wat belangrijk is voor een goede samenwerking ook terugkomt in dat profiel. Dus natuurlijk gaan wij als raad onze eigen input daarvoor leveren, maar wij vinden het belangrijk dat die input vanuit de omgeving ook in dat profiel terugkomt. Hoe gaan jullie dat profiel opstellen? Dat hebben we gedaan in overleg met andere raadsleden. We hebben het college erbij betrokken. We willen natuurlijk ook heel erg graag de bewoners erbij betrekken. Door middel van de enquête die op dit moment online staat. Dat we een heel goed beeld kunnen krijgen van wat is nu precies de behoeftes van de inwoners van Albronswaard. De planning nu is dat wij op 1 juli hier een nieuwe burgemeester in Albronswaard kunnen installeren. Daar gaat tussen december en dan natuurlijk een heel proces aan vooraf om tot zover te komen. De enquête staat tot zondag 4 november online en is te vinden op de site van de gemeente Albronswaard.